Hallo en welkom bij de Muppet Show met een heel speciale gast, Snowy Soetekaal. Yay! It's time to play the music, it's time to light the lights, it's time to meet the Muppets on the Muppet Show tonight. It's time to put on makeup, it's time to dress up bright, it's time to meet the Muppets on the Muppet Show tonight. Why do we always come here? I just will never know. It's kinda like of torches to have to watch the show. So welcome to the inspirational, Muppetational. This is what we call a Muppet Show. Waar is mijn trompet? Oh ja, die heb ik doorgestikt. Mijn neus? Huh? Hallo, welkom bij de Muppet Show! Yay! Boe, boe! Boe, boe! Nog meer boe, boe, boe! Nog meer! Stedtler, volgens mij word je dement. Hoezo niet? Je hebt de grappen van ons in het script niet opgeslagen. En nog meer. Oké. Dan gaan we nu verder met Gonzo's versierkunst. Hallo mooie dame. Wie ben jij? Ik ben Gonzo de Grote, de beroemde stuntman. Ik kan je wel een stunt laten zien. Zou je dat leuk vinden, meisje? Nee, helemaal niet. Nou dan niet, sukkelige stomme baardaap. Een onbenullige zeepiraat. Piratin dan. Dat zijn geen versierkunsten, maar versierkledders. Ja, oké, dan komt nu de speciale gast, Snowy Soetekaal. Yay! En we hebben een geheim voor je bewaard. Dat Snowy Soetekaal een poesje is. Kijk, daar ligt ze. Ik zal er... Jip, pip, pip. Kom eens. Hey. We hebben een liedje voor je gegeven. Die moet je gaan zingen. Kom maar. We gaan door, die speciale gast was saai, kom. Klopt, die speciale gast was saai. Wacht, dat is alleen maar herhalen, dat is niet meer grappig. Straks gaan we door met Kokkie, maar eerst een Muppet nieuwsflits. Waldorf en Stedtler zijn vertrokken wegens slaap.
Ze hadden een bord achtergelaten op antwoord voor de vraag. En dan komt Kokkie. Hoedie poedie soepe varkenspoekie. Hoedieski idioot, kriski doo, hoedieski boedieski, hoedieski kan doo, soemba varkenspikkie. Hoedododododododoo, hoedieski doo, hoedieski varkie. Hoedododoo. Komi varkie, hoes, 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 hoes. Oeh, die varkie in de pan. Doeries, Vertalen van de varken. Ik word gemarteld. Dat zei hij, oké? Yep, oké. Dan gaan we weer verder naar Kokkie. Poes, poes, poes. Stedler. Kokkie of het varken? Het varken natuurlijk. En dan nu de laatste act van de dag. We beginnen met de twee detectives. Cowboy Café Olly. De donkere kamer. Er was eens een café voor cowboys. Het heette Café Olly. En er kwam een paar cowboys binnen. Het waren echte schurken. Met het plaats van pistolen, augurken. Hm.
Je geld of je leven. Heb je pistolen dan? Ja, ik haal het even. Kijk, zie je? Dat zijn al gurken, Slimpy. Oh ja. Oh, mam. Goed gedaan. Zo. Wagga wagga. Dat was het dan voor vandaag. Tot de volgende keer.